When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Hoe komt het dat mensen worden wie ze zijn? Wat hebben doorzettingsvermogen, opvoeding en talent ermee te maken? In Word Wie Je Bent ga ik op zoek naar het antwoord. Kijk, wij zijn, zeg ik wel eens, meelopende richtingwijzers. Een ANWB richtingsaanwijzers bord staat stil, maar wij lopen mee. Ja. Dat maakt het werk voor mijzelf ook super interessant. Kees van Pelt, meelopende richtingaanwijzer voor gedetineerden. Hij helpt hen met terugkeren in de maatschappij. Hoe is het misgegaan? Misgegaan. Het is bij mij meer... Ik heb eigen rechter gespeeld. Ja? Dat mag niet in de maatschappij. Worden wie je bent gaat met vallen en opstaan. En soms maak je een misstap. Ik zelf heb geen grote misstappen gemaakt. Ja, één keer een snelheidsovertreding, maar dat was het ook wel. Anderen maken grotere fouten. Zo groot dat ze de gevangenis in moeten. Om heel eerlijk te zijn, wat ik gedaan heb, het is nou niet echt een weldoordachte keuze geweest. Het is iets wat in een opwelling gebeurd is. Mm-hmm. En echt een oorzaak heeft het niet. Nee? Nee. Het zijn geen foute vrienden geweest? Of, nee. Het is gewoon helemaal bij jezelf. Uiteindelijk ben je zelf degene die keus maakt. Of, nou ja. Ja. Kan je achteraf spijt van hebben. Ja. Maar je hebt er zelf voor gezorgd dat je hier nu zit. Tuurlijk. En anderen hebben het niet gedaan. Ik ben in de stadsgevangenis van Hoogvliet en bezoek Michael. Hij heeft 4 jaar in Almere in de cel gezeten en zit nu in het zeer beperkt beveiligde deel van deze gevangenis. Hij moet onherkenbaar in beeld en ik mag niet vragen voor welke daad hij in detentie zit. Heb je er spijt van? Ja. Absoluut. Ja? Ja. Als je het terug kon draaien, dan... Dan had ik het anders gedaan, absoluut. Ja. Maar aan de andere kant, vind ik, heeft het vastzitten heeft me wel een beter mens gemaakt. Ja? Ja. Hoe dat zo? Ik sta positiever in het leven. Want je krijgt toch alle tijd om na te denken over jezelf. Ja. Dus ik zie het zo van, voor mij begint er straks, ik krijg een nieuwe kans in het leven. Een nieuwe kans, dat is waar deze aflevering over gaat. En die tweede kans wordt vormgegeven door Kees. In het penitentiaire programma moet je actief gaan werken aan, met een duur woord, de criminogene factoren. Criminogene? Ja. Een heel ingewikkeld woord. Ja. Maar kijk, er zijn factoren in je leven kan je niet veranderen. Je jeugd, ja. Je opleiding, ja. Dat kan je wel veranderen. Maar dat zijn dynamische factoren. Daar gaan wij mee aan de slag. Juist. Als iemand bijvoorbeeld een agressieregulatieproblematiek heeft en steeds in de gevangenis komt omdat hij vecht. Dan kan je misschien beter een agressieregulatie training aanbieden. In plaats van om steeds weer in de gevangenis te stoppen. Juist. Dus we gaan echt op zoek naar wat zijn nou die factoren die ervoor zorgen dat mensen recidiveren. Dus opnieuw in de gevangenis komen. Mm-hmm. En in ons penitentiaire programma gaan we aan die factoren werken. Juist. En welke eigenschappen zijn er nodig om die tweede kans te laten slagen? Ik vind eerlijk zijn heel erg belangrijk. Ja. Ik heb veel liever dat iemand een fout maakt en dat gewoon eerlijk tegen me zegt als fouten verbloemd. Want dat is vaak wel waarom ze ook gedetineerd zijn geraakt. Ja. Omdat ze oneerlijk zijn. Niet alleen oneerlijk in hun gedrag, dus oneerlijke dingen doen, maar naar hunzelf toe. Mm-hmm. En naar een ander toe. En ik zeg, ja, wees eerlijk. Want als jij niet eerlijk bent, kan ik niet met je werken. Je moet willen. Positief in het leven staan en willen. Ik bedoel, er zijn echt wel jongens die wel een nieuwe kans willen. Er zijn er ook genoeg die dat absoluut niet willen. Was jij gelijk dat toen je binnenkwam dat je dacht, oké, als ik hier weer uitkom, dan moet het... Direct, ja, tuurlijk. Ja? Ik heb vaak genoeg gehoord van, jij hoort hier niet. Ja, ik heb iets gedaan, er hoort een straf bij, dat is logisch. Vind je het terecht? Ja, de mate, tenminste de hoogte van de straf ben ik het niet helemaal mee eens. Dat verschilt natuurlijk een beetje per regio en rechtbank. Ja. Maar dat ik een straf hoor te krijgen, ja, tuurlijk. Dat staat buiten kijken. Had ik wel verdiend, ja. Michael zit in de laatste fase van zijn detentie. Hij komt weer buiten voor werk en mag in de weekenden naar huis.
Vind je het moeilijk om weer buiten te komen? Ja. Ja? 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 Wat is er moeilijk aan? Nou ja, laat ik het zo zeggen, ik had alles buiten. Tenminste, ik had gewoon een relatie, huis, een baan. Kijk, relatie en een huis, dat komt allemaal wel. Maar ja, een baan, dat is toch het belangrijkste. Ja. Tenminste, vind ik op dit moment. Maar ja, je hebt natuurlijk wel een stempel. Ja. Vind je dat lastig? Ja. Want normaal had ik absoluut geen moeite om met solliciteren. Maar nu heb ik toch zoiets van, ja, waarom zou je mij aannemen? Want ik heb wel een verleden. Als je natuurlijk het voorrecht hebt dat je een penitentiairprogramma mag volgen. Ja. Ja, dan ben je er ook op gebrand om het goed af te ronden, want bij een mislukking moet je in principe weer terug naar binnen. Ja. En als je zeg maar 6, 7, 8 jaar binnen hebt gezeten en je kan de laatste fase buiten zijn en werken aan je resocialisatie en je kinderen weer zien en studeren misschien, je relatie weer op orde brengen. Mm-hmm. Want moeder de vrouw heeft soms, die heeft dan ook 8 jaar alleen gezeten. Ja. Nou, dan zijn mensen heel erg voorzichtig. Wat vind je er vreemd aan de buitenwereld? Nou... Alles, echt ja. Alles, ja. Ja, die komt zoveel op je af. Maar ook weer de drukte en de hectiek. Ja? Ja, en het feit dat je zelf weer na moet denken. Dat zei ik net ook tegen je. Dat is moeilijk, hè? Ja, het is even wennen. Ik bedoel, je staat op... al die tijd dat je binnen zit, zit je op de automatische piloot. Ja. Je wordt geleefd en alles is eentonig. Elke dag is hetzelfde. Je hoeft nergens over na te denken. Nee. En nu moet je dat allemaal zelf weer langzaamaan gaan doen. Ja. En de herrie dus. En de herrie. Ja, de eerste paar dagen was ik echt gesloopt. Ja? Zat ik ook een beetje bij als een zombie, hoor. Zoveel herrie en zoveel... Ja. Ja. Wat heb je over jezelf geleerd? Nou, laat ik het zo zeggen. Iedereen heeft issues in zijn leven. Iedereen heeft wel een rugzakje. Ja. Ik denk dat ik voor mezelf weer op nul zit. Ik heb geen issues meer. Ik heb alle negatieve aspecten die... Wat ik vond in mijn leven, heb ik recht gezet voor mezelf. Mm-hmm. Mezelf gereset. Verdient iedereen een tweede kans? En een derde. Ja? Ja, natuurlijk. Ik heb gezien, en ik heb dat zelf ook ervaren in mijn leven, zeg maar, dat als je mensen een kans geeft waar ze die niet hadden verdiend of verwacht, ja? Daar worden heel veel mensen warm van. Van, hey, ik heb eigenlijk een draai om oren verdiend, maar iemand geeft me een hand. Ja. Die wil met me samen verder. Dat klinkt een beetje filosofisch en flauw misschien, maar dat is wel de werkelijkheid. Okay. Ja, mensen verdienen wat mij betreft meerdere kansen. Okay. Al houdt het natuurlijk een keer op. Oh, dat wel? Ja, dus er zit overal wel een eind aan natuurlijk. Ook aan jou? Een grens? Ja, ik ben wel erg loyaal naar mensen toe. Kijk, als je iemand afwijst, dan ben je hem kwijt. Toch? Ja. Nou, en ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ook als maatschappij moet je geen mensen afwijzen. Blijven proberen. Nogmaals, er zijn grenzen. Maar iemand verdient ook nog wel een tweede en een derde kans. Verdient iedereen een tweede kans? Wie ben ik om daar wat over te zeggen? Ik vind van wel, als diegene echt wil en laat zien dat hij het kan. Ja? Waarom niet? Verdien jij een tweede kans? Sowieso. vind ik wel. Dat ligt een beetje aan wie je tegenover je hebt natuurlijk. De een zegt van eens een crimineel, altijd een crimineel. Ja. Ja. Mensen kunnen veranderen. When I was just volgende week gaat het over het halen van de top. I ask my mother, ik wil eigenlijk twee dingen horen later, want ik heb heel erg veel interesse in kunst en dan voornamelijk renaissance kunst en alles wat daarvoor zit. Dus ik zou heel graag later directrice willen worden van het British Museum of van het Uffizi in Florence. En ik wil graag de wereld verbeteren. Tot dan! Que sera, sera.